In mijn vorige video gaf ik al aan dat ik lekker bezig ben met vloggen met als middelpunt strategie. Ik dacht, hoe kan ik ondernemers nu beter helpen dan ze een kijkje achter de schermen te geven bij succesvolle ondernemingen die volop bezig zijn met hun strategie en nieuwe businessmodellen. Ik ben dan ook vandaag bij het World Wings Hotel in Rotterdam bij Rotterdammers voor Rotterdammers Robin en Barbara. En ik ga hun helemaal gek vragen over hun strategie en hun nieuwe initiatief. Robin, kan jij wat vertellen over Rotterdammers voor Rotterdammers? Jazeker. Rotterdammers voor Rotterdammers is een Good Citizen Club. Wij zijn eigenlijk een club van Rotterdamse ondernemers die naast hun huidige business het ook belangrijk vinden om iets voor een ander te doen. Barbara, hoe zijn jullie de coronatijd eigenlijk doorgekomen? We zijn met R4R Together Calls aan de slag gegaan. Ja, zeker. En die R4R Together Calls, die resulteren dan weer tot allerlei mooie gesprekken tussen die ondernemers. En hebben we elkaar ook weer op een andere manier leren kennen. Dus dat was eigenlijk ook wel heel bijzonder. Ja, en daar is denk ik ook wel een beetje ons nieuwe initiatief of nieuwe ideeën uit ontstaan. Want we waren zo in verbinding met elkaar dat we dachten van we zijn verder weg dan elkaar dan ooit, maar misschien ook wel dichterbij dan ooit. Dus we willen eigenlijk dat gesprek ook gaan faciliteren na corona. En hopen dat ze daar heel veel dilemma's gaan delen. Met dit vraagstuk zijn de meiden bij mij gekomen en als businessstratege gaan mijn handen natuurlijk jeuken om ze te helpen met dit nieuwe initiatief. Dus ik ga ze lekker aan de slag zetten. We weten eigenlijk of het nu rendabel kan zijn, hoe we willen starten, met welke grootte en hoe we dat zien en met welke partners we daarvoor nodig hebben. Ja, en ik denk ook door de waardeproposities uit te werken, dat we nu ook wel echt heel veel voor de marketing weten van dit is wat we gaan doen en dit voor waarde gaan we toevoegen. Dus volgens mij voldoende inspiratie om lekker aan de slag te gaan. We moeten het nu gewoon gaan doen en volgens mij zijn we daar hartstikke goed in. Ja, top maar. Wil je nu meer weten over het succesvol implementeren van businessstrategieën? Laat het mij weten en we zien elkaar snel.